3200 voor de tweede maal. 3200 voor de laatste maal. De stal van boer Wilco Dogger uit Beerseveld is omgetoverd tot een veilinghuis met ongeveer 700 bieders. We hebben hier ongeveer 127 dieren die verkocht worden, van jong tot oud. De topkoeien van boer Dogger worden verkocht. Hij heeft namelijk geen opvolger. Maar volgens Bert Meijering, die de hele veiling organiseert, is er nog een reden. Nou, ze zitten hier vlakbij het Natura 2000 gebied. En de boer heeft toch besloten, gezien de toekomst, dat het hier toch wat lastiger wordt. En om wat meer ruimte te maken voor de collega's. En ze willen toch op den duur stappen, hebben ze besloten om nu te verkopen. En ze hebben nu ook aan de provincie Overijssel het kwotum en dergelijke verkocht. 31, ik was even de kamer. 31, 3200 daar, 3200. Besluit is genomen. Maar als het dan op dit moment gebeurt en als de koeien weggaan de komende dagen en de stal leeg is, dat doet heel veel met boeren.